mijn lieve soulsearchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve maagd voor februari 2022. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat in jouw maan, jouw Venus of dan wel je ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje, blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Het zijn dus veel, maar oké. We hebben verandering van windrichting. Moet ik zeggen, Leo had deze ook. Dus dat kan twee dingen betekenen. Dat kan zijn dat de wind die je continu tegen hebt gehad nu ineens meegaat. Het kan zijn dat jij verandert van richting. Een nieuwe wending geeft aan een nieuwe richting opgaat. Ik heb vrede. Er is een ei, er is een nieuw begin. Dat komt eraan, maar het is nog niet helemaal klaar om dat ei openbarst. En de vraag hierbij is, proberen vrede te hebben met het hier en nu. Met het feit dat dat wel komt wanneer het moet komen, dat nieuw begin. Heb vrede. Oké. Hier hebben we weer dat ei. En daar zit een vos op met een telescoop. En die zit te kijken naar de maan. Observeren. Dus ja, je zit te broeden op dat nieuwe ei. Je moet vrede hebben met het huidige nu moment. En met het feit dat het gewoon nog niet helemaal het juiste moment is. Want ik heb tik-tak onderop. Dus de goddelijke timing komt nog. Goddelijke timing is aan het werk. Maar in die tussentijd is het wel een zaak om al te observeren, te analyseren. Voor mij is de observeren kaart ook wel leergierig, nieuwsgierig. Kijk verder, kijk nog dieper, kijk vanuit een ander perspectief. Bekijk het grotere plaatje, want deze kijkt echt wel naar de maan, dus dat is ver weg. Oké, observeren. En fantasie. Gebruik je fantasie. Denk uit de comfortabele zone, uit outside of the box. Gebruik je fantasie. Je wildse dromen is heel apart trouwens. Want deze zit met de telescoop te kijken naar die maan. En deze heeft deze vast. Deze reikt naar de maan. Dus kijk nog verder, kijk nog groter. Misschien heb je een verandering van windrichting wat je wilt aanbrengen. En is dat dit ei? Het feit dat dat nu nog niet het juiste moment is, is omdat het misschien niet, jij misschien niet kijkt naar het juiste, de juiste richting. Het is groter dan dat. Het is verder dan dat. Het is de maan. En je kunt hem manifesteren. Met goddelijke timing. Oké. We gaan eens even met de Moonology kaarten nog even een boodschap proberen te krijgen voor mijn lieve maagd. Dat is de boodschap. Algehele energie voor mijn lieve maagd. Dank u. Aha. Be bold and make the first move. Wees moedig. Wees... En zet de eerste stap. Hier is ook weer inderdaad een hele mooie maan. Dezelfde vorm. Wees moedig, wees bold, ik kom even niet op het juiste woord, buitenmoedig. En zet de eerste stap richting dat nieuw ei, dat nieuw begin, die nieuwe windrichting. Maar ook hier denk ik, het is veel groter en veel omvangrijker dan wat je in eerste instantie precies op zat te broeden. Maar we gaan het zien. Wat is de huidige energie voor mijn lieve maagd voor februari 2022? Begin van de maand. Waar starten we? Dan ben ik heel benieuwd hoe voor jou januari is geweest. Want er waren wat toren energieën. Dit zie je niet aankomen. Ik ben er redelijk van bespaard, collega. Alhoewel. De huidige energie voor mijn lieve maagd. Geen energie. Maagd heeft geen energie meer. Vandaag. Maagd, februari, dank u. Oef, de drie van zwaarden, ondersteboven. Verdriet en verlies, maar dit is wel het hele ervan. Dus dat is oké. De drie van zwaarden kan spreken over een breuk, pijn, hartzeer.
dit is ondersteboven. Er is inderdaad wat onzekerheid, wat vertraging, wat verwarring. We gaan het zien. Wat is de uitdaging? Vertraging. Goddelijke timing. De uitdaging alsjeblieft voor mijn lieve maagd. Nee. Ze zijn ineens stilgevallen. Ik denk dat ik gewoon met de oracle-kaart al gewoon de belangrijkste boodschap heb gegeven. Allee. We komen er. Voor mijn lieve maagd. Februari 2022. Wat is de uitdaging? Ah, ik moest gewoon nog een keer vragen. Ik heb voorspoed begint, een nieuw begin dat tastbaar en concreet is. Een nieuwe job, financieel iets tastbaar en concreet. Een nieuw begin. Maar het is de uitdaging. Ik heb de 3 van Kelken. Ondersteboven. Dit is verheugen in viering. Dit is iets te vieren hebben. Dit zou een samenkomen met Soul Tribe, Soul Family. Een hereniging. Maar ondersteboven is dit een beetje iets dat heel veel energie kost. Kan zijn ongelukkig in de liefde. Iets dat veel energie kost. Er is een nieuw begin. Dat veel energie kost. En versnelde beweging. De 8 van staven. Dit is vol gas vooruit. Het is communicatie, versnelling. Maar wat ik zeg, het is best wel snel. Wil je sneller dan dat het eigenlijk het juiste moment er is? Er is iets wat jou veel energie kost. Waardoor je snel veranderingen wilt aanbrengen. En een nieuw begin wil creëren dat tastbaar en concreet is. Ik ben benieuwd. Maar gaat het te snel? Wil jij te snel? Er is veel communicatie. Ik ben heel benieuwd als ik dit verder ga uitleggen. Wat is het advies voor mijn lieve maagd? Half week. Wat is het advies concreet voor mijn lieve maagd voor februari 2022? Wat moet mijn lieve maagd weten voor februari in het advies? Ik begin me bijna zorgen te maken, want Leo is hier al nu de hele tijd bij rond aan het lopen. En dat doet hij eigenlijk meestal als er een toren is. Als de reading een beetje zwaar is. Dan komt hij er ineens bij. Oeh, wauw. Oké, ik heb de magier. Het bewustzijn. Nummertje 1 van de grote arcane. Manifesteer. Jij bent een magier. Jij creëert je eigen realiteit. Jij hebt alles in eigen handen. Zelfs nog een extra magische staaf. Manifesteer en creëer de wereld zoals jij die wilt. Maar ik heb hier heel veel... ik heb bewustzijn. En ik heb het derde oog, chakra. Intuïtie. Er is iets dat je weet. Er is een hoger bewustzijn waar je door geleid wordt. Vertrouw daarop. Zie het ongeziene. Met zoveel maan, energie en de derde oog, chakra. En manifesteer... Manifesteer de wildste dromen, zo groot, zo mooi als dat je maar kunt bedenken. En wat is dan de uitkomst? De bestemming, het rad van fortuin, goddelijke timing, de tij gaat keren. Er is een shift, er is een verandering dat plaatsvindt. Niet per definitie wanneer jij dat wilt, maar wanneer het universum vindt dat jij daar klaar voor bent. Ik heb de 9 van zwaarden in stilte leiden. Ja, op zich best wel wat maagdenergie en blijven nadenken en piekeren. En het is zwaar, je ligt er een beetje van wakker. Heel veel, in stilte leiden. Oké. Even gaan we eens even zien. Verklaar de 3 van zwaarden in de huidige energie. Voor mij even maagd alsjeblieft. Februari 2022. De 5 van pentakels en de 5 van staven en de koning van pentakels. Mm-hmm.
Ja, vijven staan voor verandering, maar iedere verandering brengt vaak stress met zich mee. De mens houdt niet zozeer van verandering. Ik heb de vijf van pentakels. Bang om er alleen voor te staan, bang voor het financiële tekort. Bindingsangst, verlatingsangst. Ik heb de vijf van staven. Deze is wel onderop, ondersteboven. Dus dit is wel... normaal is dit een strijd die geleverd wordt intern, dan wel met mensen. Dat niet iedereen het met je eens is. Dit is wel heel positief. Hier komt rust totdat je een andere aanpak creëert. Dit is een andere aanpak. Dit is het einde van een mentale strijd die je levert. Er is een nieuwe aanpak. Ergens ben je misschien bang voor het financiële tekort, de gevolgen ervan. De vertraging met de drie van zwaarden. En ik heb de koning van pentakels, stiermaagd, steenbok, energie. Dit is iemand die financieel overvloedig is, die zijn wereld heel doordacht, bewust creëert, bouwt. Geduldig de zaadjes plant, maar ook geduld heeft om te wachten totdat het groeit. Zelfstandig, onafhankelijk. Dus er is wat vertraging en verwarring. En toch is er een nieuwe aanpak. Het creëert een beetje financiële angst. Of is het binnen een connectie, ben je bang, is het verlatingsangst, bindingsangst... Bang om alleen voor te staan. Ten opzichte van een koning van pentakels. Iemand die heel stabiel is en financieel materieel wijselijk handelt. Of ben jij dit die inderdaad een bepaalde stabiliteit voor jezelf aan het creëren bent, financieel overvloedig. Maar het is precies alsof je er niet echt in gelooft. En als je dat manifesteert, dan krijg je dat ook. Dus daar moeten we wel op letten. We klaar de uitdaging in zo dicht voor mijn lieve maagd. De drie van zwaarden. De schildknaap van zwaarden. De drie van zwaarden voor mij, meer intuïtief, zou ook kunnen zijn het helen van een gebroken hart. Je bent bang voor een gebroken hart. Heling ervan. We hebben hem hier weer. Dus ja, misschien is er een breuk geweest. Iets wat jou toch wel verdriet heeft gedaan, op zijn minst. Verdriet en verlies. Ik heb wel de zegenwagen. Vol gas vooruit. Je weet wat je wilt. Je neemt de teugels in eigen handen en gaat vooruit. Het is even snel als die versnelde beweging. Dus je wilt vooruit, je wilt snel dat nieuwe begin creëren. Maar wat ik zeg, het is de uitdaging. Ja, voor sommigen met die drie van kelken ook. Voor mij is dat zo de all work, no play. Nou, maagd is heel geconcentreerd, gedisciplineerd, werkt hard en gaat door, bouwt. Is er precies geen tijd om voor de leuke dingen te genieten van vrienden, familie, leuke dingen doen. Omdat je zo snel mogelijk dat de voorspoed wilt creëren, die stabiliteit wilt creëren. Dus we hebben een breuk, we hebben vol gas vooruit. Met de zegenwagen, dat kan ook een verhuizing, een verplaatsing zijn. Maar dit is de teugels in eigen handen nemen. En de schildknaap van zwaarden. Ondersteboven. Voor mij is dit een ja-maar kaart. Ja, ik weet wel wat ik wil, maar durf ik dat wel? Is dat dan wel het goede moment? Ondersteboven. Dit is juist wel heel berekend. Heel rationeel. Je weet wat je wilt, maar ergens twijfel je om de stap te zetten. Terwijl, ja... Ik heb hier inderdaad verschillende dingen. Is dit vanuit een gebroken hart, het einde van
een relatie, recentelijk of dan wel niet. Wil je eigenlijk versnellen, beweging vooruit, voorspoed, iets overwinnen? Want ja, ik heb verheuging en viering en de zegenwagen. De zegenwagen is ook een succesmoment, een overwinning. Maar met de verheuging en viering ondersteboven, het is iets wat precies niet echt vreugdevol eruit ziet, maar wel vol gas vooruit. En je doet dat heel doordacht. Of is dat de uitdaging om het doordacht te doen? De uitdaging is wel de beweging. Die versnelde beweging vooruit. En een nieuw begin, tastbaar, financieel, materieel, concreet. Aan de hand van pijn, verdriet. Wat is het advies? Verklein het advies alsjeblieft. Dus manifesteer vanuit een hoger bewustzijn. We hebben de toren, ondersteboven. Geen paniek, maar het zijn wel drastische veranderingen. Het zijn wel grote veranderingen die je zelf aanbrengt. De koning van zwaarden, rationeel, doordacht. Ik heb hier veel mannelijke energie, moet ik zeggen. Wij zijn in onze daadkrachtige energie. Bouwen, concreet, besluiten. Je hebt het helder. Je weet wat je wilt. Het is tijd om knopen door te hakken. En grote veranderingen aan te brengen. Zodat je een nieuw begin voor jezelf creëert met de magier. Magier kaartje nummer 1. En de geliefde. De geliefde weliswaar ondersteboven. Er is een overwinning. Daar gaan we naartoe. Maar daarvoor moet je helder communiceren. Want communicatie is wel een probleem. Communicatie is een probleem. Is de uitdaging. Er wordt misschien heel veel gecommuniceerd, maar totaal langs elkaar heen. Waardoor je misschien niet samen de teugels in handen kunt nemen en vol gas vooruit kunt gaan. Waardoor het stagneert, waardoor er een vertraging is. Oké. Het begint te dagen bij mij. Ergens weet je wat je wilt. Het is tijd om de knopen door te hakken. Met de koning van zwaarden, waterman, weegschaal, tweelingenergie, wat ik zeg. Helder. Communiceert helder. Weet wat je wilt. Dit kan ook een deskundige in de hand nemen die jou misschien helpt om de beslissingen te nemen om iets aan te vechten. Maar voor mijn gevoel heb jij het hier heel helder. Wat ik zeg, de toren, drastische veranderingen die je aanbrengt, grote veranderingen. Maar die zelf, dus een beetje zo'n ingecalculeerd risico nemen. Niet onbezonnen, nee, het is ingecalculeerd, het is wijs, het is doordacht, berekend. En dus de geliefde. Ondersteboven, tweelingen energie, dat kan spreken over een soulmate connectie. Maar ja, soulmates zijn niet altijd om ons hele leven bij elkaar te blijven. Ik heb hier wel degelijk het gevoel dat er een breuk is. Of op zijn minst verdriet, bang voor de breuk. En de geliefde ondersteboven, ja, voor mij is dat dus geen harmonie niet meer. Dat is niet harmonieus. Er is slechte communicatie, slechte samenwerking. Het is tijd om helder te communiceren, om dat te overstijgen. Knopen door te hakken. De geliefde spreekt ook echt wel over een keuze maken vanuit je hart, vanuit je gevoel. Normaal zou dat een slechte keuze kunnen betekenen. Maar ik moet zeggen, ik heb hier zowel helderheid en hoger bewustzijn, derde oog. Vertrouw op je intuïtie. Jij weet de waarheid, jouw waarheid. Vertrouw daarop. Ik heb hier heel veel doordacht en berekend. Dus ik zie hier geen verkeerde beslissing. Eerder miscommunicatie, slechte samenwerking. Maar daardoor is het belangrijk om helder te communiceren. Knopen door te hakken. Vooruit te kijken. Grote veranderingen aanbrengen. Ik klaar dan het rad van fortuin in de uitkomst. Dus ja, de bestemming. Het tij gaat keren. Er is een shift. Met het rad van fortuin nog een keer. Dat zijn dus te veel. Verklaar het rad van fortuin in de uitkomst. Van mijn lieve maagd. De kleine versie. De zes van staven. Een overwinning. Ja, er is een strijd. Maar het is tijd om een andere aanpak te doen dan wat je altijd hebt gedaan. Anders erin te staan. Oeh.
Wat overwin je? Een besluiteloosheid. Moet je van je hart een steen maken? Kan. Ik heb namelijk de twee van zwaarden. Dit is besluiteloosheid. Niet kunnen kiezen omdat je in het hoofd vastzit. Niet voelt, het niet zien. Het niet, en daardoor geen beslissing nemen. Misschien, zeker in de uitkomst, heb ik eerder zoiets van je hart een steen maken. En de beslissing nemen. Om iets te overwinnen, om iets te overstijgen. Hier krijg je applaus voor de manier waarop je het hebt aangepakt. Hier heb je iets overwonnen. Hier ben je de winnaar van een strijd. Hier sta je in de schijnwerpers. Het tij keert. Hier ben je geen slachtoffer. Ja, slachtoffer is nou wel een groot woord, maar niet vanuit angst voor financieel tekort, om er alleen voor te staan, in de steek gelaten te worden. Je overstijgt de innerlijke strijd op zijn minst. Je overstijgt misschien ook een bepaalde besluiteloosheid, een bepaalde stilstand. En ik heb de drie van pentakels. Samenwerken. Een leermeester zijn voor anderen. Zelf een leermeester in de hand nemen. Dit is teamwork. Dit is... Hier wordt wel goed gecommuniceerd. Hier wordt helder samengewerkt. Zeg je dat? Ja. Dus ja, ik krijg hier inderdaad een beetje grenzen stellen. Dicht bij jezelf blijven. Er zijn dingen die snel op je pad komen en je moet precies snel handelen. Maar communiceer helder. Communicatie lijkt hier echt wel het sleutelwoord. Beslis. Het tij gaat keren. Er is een overwinning. Een prettige samenwerking. Dus wat hier niet lekker samenwerkt, niet lekker loopt, is dat binnen een connectie, is dat op professioneel vlak. Dat wordt hier wel overwonnen. Hier vorm je wel weer een team. Dat met elkaar door een deur kan. Wat is de boodschap van het universum alsjeblieft voor mijn lieve maagd? De drie van pentakels. Volg je passie, ook wat je werk betreft. Wees de beste in wat je doet. Beloond worden voor jouw creatieve talenten. Beloning, overwinning. Erkenning en beloning krijgen. Oké, de keizerin. Tijd om actie te ondernemen. De kracht van creativiteit. Er is veel creativiteit in deze kaarten ineens. Succes dat je overvloedig leven bezorgt. Succes. Keizerin is jouw opper vrouwelijke energie. Liefdevol, gevend, zelfstandig, onafhankelijk. Overvloed. Mag ik nog één kaart krijgen van het universum? Of twee. De prinses van Kelke. Een nieuwe relatie of een emotionele ervaring. Een uitnodiging voor sociale gebeurtenissen. Een medelevende vriend waar je je zorgen mee kunt delen. De prinses van Kelke, ja, dat is de schildknaap van Kelke. Kan een nieuw begin, pril nieuw begin zijn in de liefde. En je emotioneel openstellen. Stond je hier emotioneel gesloten, ga je dat wel overwinnen. En de koningin van lente. Hallo. Ineens hebben we wat vrouwelijke energie. Keizerin, de koningin van lente. Geloof in jezelf. Geweldige mensen willen je helpen. Zorg voor een goede balans tussen werk en privé. Koningin van Lente, van Staven, is Leo Rambo-schutter energie. Dat is iemand die ondernemend is, creatief, zelfzeker, zelfstandig, onafhankelijk, sexy en wel. Geloof in jezelf. Er zijn mensen die je willen helpen. Er is een samenwerking dat eraan komt. Een partnerschap. Er is een nieuwe aanpak. Ik denk dat ik het zo ga noemen. Een nieuwe aanpak. Dan gaat de tijd keren. Dus wees moedig en zet de eerste stap. Communiceer helder.
En dan gaat de tijd keren. Wat ik zeg, dat nieuw begin. Wat dat dan ook voor jou is. Ik heb het gevoel dat dat anders gaat uitpakken. Omdat jij nog een beetje te veel kijkt in het bekende. In wat jij... Wat je hebt meegemaakt, wat rationeel, logisch lijkt. Het is veel groter dan dat. Anders. Veel omvattender. Dank u. Gronden. Tijd om te gronden. Empathie, hooggevoelig, verbind je met de natuur. Neem de tijd om te gronden, want ja, dat kan een emotionele rollercoaster zijn. Ik heb hier wel wat meer besluitvaardigheid, maar neem rust en tijd. Wees empathisch. Verplaats je ook in de ander, maar wees ook empathisch naar jezelf toe. Hooggevoelig. En dus verbind je met de natuur om te gronden. Mijn lieve maagd, ik hoop dat je hier iets aan hebt. Ik ben heel benieuwd of dit voor jou resoneert. Dus laat me zeker iets weten. Ik ben altijd heel blij. En heel dankbaar voor al jullie berichten. Like, deel, abonneer. Klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik wens je een succesvolle, overwinnende maand februari met een nieuwe aanpak. Grondige veranderingen die aangebracht worden. Communiceer helder. Tijd om in actie te komen en geloof in jezelf. Mijn lieve maagd, ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.